Yo mensen van Wesker Games, welkom terug in Community Craft. Ik weet niet welke aflevering dit is, dus ja, dat is heel jammer. Maar in ieder geval, vandaag ga ik met jullie een Obsidian Generator bouwen. En voor alle oude Wesker Games kijkers weten precies wat ik nou bedoel, want die weten ook dat ik er een tutorial over heb gemaakt. Ik ga die link niet in de beschrijving zetten, want ik ga deze video een soort van nieuwe tutorial maken voor alle nieuwe subs die erbij zijn gekomen. Want sinds dat ik op de DDG ben geweest heb ik er 1000 subs bij. En dat zijn gewoon 1000 subs die mij niet goed kennen. Binnenkort ga ik ook een nieuwe voorstelvideo maken. Want de oude die is een beetje gefaald en zo met de audio. Dus die komt er in ieder geval. Dan weten jullie ook naar wie jullie luisteren en zo. En naar wat ik allemaal doe in het dagelijks leven. Maar in ieder geval gaan we vandaag dus de Obsidian Generator maken. En wat je er allemaal voor nodig hebt is, je hebt er lava voor nodig. Je hebt er water voor nodig, maar ik heb volgens mij te weinig buckets. Nee, ik heb er nog wel 2. Geweldig. Zo en zo. En dan moet ik even snel naar boven, want ik heb ook 3 water nodig. Dan hoef ik daar niet opnieuw weer hier naartoe. Heb ik niet misschien nog een bucket? Heel misschien eentje. Jawel. Geweldig. Oké, we gaan weer naar beneden. Dus eigenlijk wat je er eigenlijk voor nodig hebt is water... lava en redstone. En zoals je weet maakt water en lava maakt cobblestone bedoel ik. Maar als je de redstone tussen legt dan, dan maakt het obsidian. Maar dat is dus het redstone effect. En dat ga ik jullie nou dus ook laten zien. Wat ik dus als eerst moet doen is een kamer maken. En die kamer ga ik hier maken. Mooi tussen deze 2 chesten door. Ik lag wel een beetje, zie ik nou. Weet niet waar het door komt. What the fuck is deze? Dikke blok lag hier. Het is deze. Hoeveel FPS heb ik? 43. Wat is het probleem? Mijn internet is ook gewoon goed op het moment, toch? Oh my god. De server heeft lag als het goed is. Even kijken hoor. Nee, ze hebben er niks van op de Skype gezet. Ik weet niet wat het is. Maar we gaan gewoon even door. Hallo. Oh my god. Wat is deze? Wat is dit? Is dit? Nou, in ieder geval. We moeten dus eerst even zorgen hier voor een kan met water. Dus dat is als eerst wat we even gaan doen. En die kant moest, als ik het goed heb. Ik lag hem echt hard, jongens. Ik weet niet waar dit komt. Dit ligt echt niet aan mij, dit. Ik heb gewoon goed internet, zie ik nou. Ik heb ook nergens last van met FPS. Dus dat kan het ook niet zijn. Maar ja, het is gewoon blok lag dit. Zie deze. Dikke blok lijkt. Dit is precies zoals in Civcraft toen. Ik weet niet, dat weten ook alleen de oude Wesker Games kijkers. Dat ik altijd blok lijkt had in Civcraft. Dat had iedereen. Dat was echt heel erg kloten, geloof mij. Dat was echt heel kloten. Maar daar konden we echt niks aan doen. Het lag gewoon aan die server. Maar, om terug te komen op het onderwerp, die Obsidian Generator. Dan moet je dus eerst voor het water een 8 lange rij maken. Want het water kan maar 8 ver. Dat weten de meeste van jullie waarschijnlijk ook wel. Wat je dan doet... Laten we trouwens eerst even die stap afronden. Dat lijkt me wel even het slimst. Dus we maken hem ook met 3 breed, jongens. Want ik heb ook maar 3 buckets met water en 3 buckets met lava. Dus het is gewoon nutteloos om daar 5 of 6 breed van te maken. Je kan hem trouwens wel breder maken. Maar dan moet je wel, krijg je wel meer lag. Want hoe meer lava jij plaatst in de server, hoe harder het gaat laggen. Dat lijkt me duidelijk. Het mag dan wel niet heel veel verschillen, maar je hebt wel ietsje meer lag. Kom op, geef toe. Wat je nou doet is... Damn, dit is moeilijker dan ik dacht. Nee, in ieder geval, hier moet straks de redstone komen. Nu al. En dan plaatsen we hier de kobbel. En dan plaatsen we hier ook deze... Hier maken we gewoon even een muur alvast. Even kijken, een muurtje. Zo, en die maak ik later nog wel mooier. Even kijken... Wat we dan doen is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus hij moet... Oeh, waarschijnlijk komen we net niet buiten uit. Dat zou wel mooi zijn als we niet buiten uitkomen. Want dan moet ik het weer heel lelijk met stone gaan doen. Wacht. Nee, toch? Shit. Ja, oké, dat is een beetje jammer. Maar dat fix ik zo wel. Ik heb helaas wel... Ik heb wel steen liggen hier in de chest hier. Dus dan kunnen we dat in ieder geval in één keer fixen. Ja, toch? Juist. Nou fixen we dit ook in één keer. Gewoon boom. Opgelost. Wat je doet is toortjes halen om licht te maken. Zodat jullie ook iets kunnen zien. Zo. Echt goed voorbereid ik. Zo. Wat je doet is je plaatst hierin lava.
En dat doe je dan gewoon 3 keer. Zo. Daar plaats je lava. Wat je desnoods even kan doen is... Kijk of ik die hier nog heb liggen. Niet echt. Is hier slab zo boven plaatsen, zodat je niet in de lava kukelt. Maar dat kunnen we ook even met stairs doen. Zo. Je plaatst hier water. Oh, zo ja. Als het goed is haalt hij het net niet. Juist. En dan is heel simpel wat je doet is... oh, wat was dat? Oké, is deze kobbel, ja, wegslaan. En kijk wat je krijgt. Boom, obsidian. Nou ja, ik zal het nog één keertje voor jullie uitleggen. Ik haal even deze lava weer weg. Wat je doet is trouwens gewoon de kobbel terugplaatsen. En dan de obsidian weghalen. En dan de redstone terug. Dat lijkt me gewoon heel duidelijk. Maar nog één keertje goed werkt. Water en lava maakt kobbel. Maar omdat er redstone tussen zit, maar geeft het effect een soort van iets aan. En dat maakt het weer obsidian. Dus het gaat eigenlijk allemaal om de redstone. Nou ja, wat we nog deze aflevering gaan doen is deze kamer mooi maken. Want dit ziet er super leem uit. Dus wat we doen is deze weg, die. En ik heb geen shovel bij, dat is heel jammer. Maar deze mag ook allemaal weg. En dan gaan we deze hier zo plaatsen. En dan gaan we ook, deze muur mag ook weg trouwens. En ik weet niet, ga ik hier nog een ander patroontje in leggen? Ik weet niet. Maar ja, in ieder geval. We gaan dit helemaal weghalen, dit. Het mag allemaal oprotten. Sowieso. Ah, dit is echt kut. Misschien kan ik beter even het water weghalen. Oh. Dat is net iets fijner voor het maken van deze kamer. En dan kan ik straks ook even die buitenkant goed fixen. Zo. Weg ermee. Juist. Maar deze pickaxe is zo fijn. Even serieus. En snel dat het ding gaat, jongen. Ik gebruik hem nou op het moment alleen maar voor opnames. En voor, gewoon voor opnames. En voor als ik iemand moet helpen, zoals het echt te lang duurt. Dan gebruik ik deze pickaxe ook. Maar ja, hij is super chill. Hij is ook super goed natuurlijk. Dat weten jullie allemaal. Jullie hebben allemaal gezien hoe ik daar ben aangekomen. En, deze ook weg. Ja, op het zwaard heb ik dan weer een iets mindere enchant gekregen. En waar ik nou eigenlijk voor aan het sparen ben voor de enchant is eigenlijk voor de boog. Want binnenkort gaan we, ik weet niet eens of dat een beur wordt, maar gaan ze de Ender Dragon verslaan. En ik weet niet of ik daarbij ga zijn, maar als het zo is, dan wil ik in ieder geval een goede boog hebben om dat ding te beschieten. Want ja, dat is gewoon heel belangrijk, hè. Een goede boog om dat ding te killen. Even kijken, we gaan dit even zo. Ik weet niet hoe dit er van buiten uitziet, dit zal er wel... heel lelijk uitzien. Het kan mij eigenlijk even geen flikker boeien. Dat ga ik zo allemaal wel regelen. Na de opnames. Maar zo. Oh, moet dit ook natuurlijk weer dicht. Lol. En dan gaan we ook deze rij een beetje doen. Alleen voor het dak ga ik toch wel even een shovel pakken. Want het is alleen maar dirt. En daar heb ik gewoon geen zin in. Heb ik hier nog hout? Nee. Nou, ik moet even hout gaan halen. En een shovel. Even kijken. Ja, op zich heb ik iets te melden. Nee, niet echt. Ik heb even over wat jullie allemaal vragen in de comments. Jullie vragen de laatste tijd om langere afleveringen. Dat gaat een beetje moeilijk. Aangezien ik een rot laptop heb. Die best wel lang doet over het renderen van video's. En als ik dus een aflevering van 20 minuten moet gaan uploaden. Dan duurt het renderen bij mij soms wel 5 uur. En daar heb ik gewoon geen trek in. Ik heb laatst een video van 19 minuten geüpload en die duurde eigenlijk maar 1,5 uur. Dat vind ik heel knap. Dus ik kan het een keer proberen, een aflevering van 20 minuten. Maar dan moet ik wel kijken wat ik in die 20 minuten ga doen. Want zoals jullie nu zien, ik heb niks te vertellen. Ik ben een obsidian generator aan het maken waar ik niks over te lullen heb. Dus die 20 minuten ga ik deze aflevering sowieso nooit halen. Heel jammer. Maar daar kan ik gewoon niks aan doen. Ik begin deze opnames eigenlijk zonder voorbereiding. Het is gewoon van, je ziet wel wat er gebeurt en daar begin je over te lullen. Maar soms komt er gewoon niks in me op om over te praten. En dan vind ik het ook gewoon jammer. Waar ik het wel even over kan hebben is over de DDG Survival serie. Als je nou met mij wilt survivalen en je wil jouw huisje zien in een van mijn afleveringen. Kijk dan even die serie, want dat is een serie met kijkers waarbij ik ook soms met mijn kijkers opneem. Gewoon omdat het gezellig is en zo. En het is leuk om te doen. Kunnen de kijkers ook een soort van klein gastrolletje doen op mijn kanaal. Maar dan met mij. En het is ook gewoon super gezellig. Ik heb het tot nu toe niet echt gedaan. Maar dat ga ik binnenkort wel doen. Ik heb echt al een paar mensen op het oog waarmee ik wil gaan opnemen sowieso. Dus voel jij je aangesproken? Nou, dan moet je het me even laten weten. Maar eigenlijk hebben we nou de obsidian generator wel afgemaakt.
En ik wil eigenlijk best wel even gaan kijken wat we nog meer kunnen gaan doen. Want het was een beetje een korte aflevering. En dat geef ik echt eerlijk toe. Maar ik ga dus nou kijken wat we kunnen doen. Ik kan jullie even... Nee, wat kunnen we toch doen? We hebben die verdieping af. We hebben hier een mooi tuintje. Een rondtour door het centrum is ook niet echt een leuk idee. Nou, weet je wat? Ik heb een leuk deal voor jullie. Ik ga even de opname stoppen. Ik bedenk even wat we kunnen doen. En dan ben ik zo weer terug. En dan gaan we daarmee verder. Want er komt even niks in me op. Dus ik zie jullie zo weer. Tot zo. Oké, welkom terug. Er komt net even iets bij me binnen. Ik heb in een aflevering een hele mooie potionkamer gemaakt daar. Zoals jullie hier kunnen zien. Maar wat mis ik nou? Ik mis een netherwart farm. De belangrijkste dingen die je nodig hebt bij het maken van potions. Dus wat ik wil gaan maken nu is een netherwart farm. En daarvoor hebben we een netherwart nodig. En nu weet ik net even dat mijn buurman daar netherwart heeft. Nou is het niet dat ik zijn source cent ga jatten. Misschien heeft hij het wel. En dan leen ik even iets. Mike, als je het ziet, ik leen even wat source cent van je en wat netherwart. Die ga je terugkrijgen, ik zweer. Dit is even voor opnames, dat ik dit even kan doen in opnames. Maar die krijg je dus later sowieso van me terug. Wat heb je eigenlijk trouwens allemaal voor stuff? Maar hij is ook echt, hij is ook goed bezig. Wat ik trouwens ook door heb gekregen is dat wij een nieuw, dat ik weer een nieuwe buurman ga krijgen. Een buurvrouw deze keer zelfs, misschien. Want er is een nieuwe speler in Community Craft. Dat, waarschijnlijk weten jullie dat al. Dat is Julia en die komt waarschijnlijk daar te wonen. Dat vroeg Mike. Maar daar hebben we nog geen duidelijk antwoord op gekregen. Dus deze berg wordt best wel bewoond. Deze berg, zoals jullie zien, is ook al heel ver met het weggaan. Daar komt Frank te wonen en daar gaan we ook nog van alles doen. Maar dat horen jullie in een latere aflevering wel. Maar in ieder geval gaan we nou dus een netherwart farm bouwen. En dat wil ik ook hieronder gaan doen. Want het idee wat ik hieronder eigenlijk wil gaan doen is allerlei soorten kamertjes maken. En dan elke kamer heeft zijn eigen ding. En waar ik eigenlijk die potionkamer wil maken, dat is hier. Want zo dicht mogelijk bij de... wat is hier? Oh, zo dicht mogelijk bij de potion room. En ja, dat is gewoon hier. En we kunnen even kijken hoe ver we hierheen... Wat is dit? Oh, nou oké, we kunnen dus niet hierin. Daar kom ik nu dus even achter. Het moet dus hier. Ergens. Maar omdat we daar dus al weinig ruimte hebben, hebben we dat hier ook. Dus waar we het ook kunnen maken, is op mijn derde verdieping. Want op mijn derde verdieping heb ik nog niks, zoals jullie weten. Dat is deze. Hier heb ik nog helemaal niks neergezet. En hier kunnen we best een nether farmpje neerzetten. Nether wart farmpje. En dat doen we dan gewoon hier zo. Geweldig. We komen wel wat nether wart tekort. Maar dat maakt niks uit. Het is maar even voor het begin. Zo. En dan wil ik stairs hebben eigenlijk. Of slabs. Het liefst eigenlijk slabs. En die gaan we ook even pakken dan. Hebben wij nog slabs? Ja, die kunnen we trouwens wel even snel maken. Voem, slabs. Oh, wat doe ik? Voem, slabs. Dat bedoel ik. Zo, zo. En dan gaan we weer naar boven. En dan hebben we in ieder geval dit stukje af. We kunnen in ieder geval eigenlijk nog wel even snel 5 soulcent gaan halen. Zodat we in ieder geval even deze farm hebben afgemaakt. Dus dat gaan we deze aflevering ook nog doen. Dus jullie raden het al, het wordt een leuke lange aflevering. We gaan nu soulcent halen in de nether. Ik ga proberen om daar mijn opnames aan te houden. Ik ben er trouwens ook achter waarom mijn opnames heel raar deden. De laatste tijd. Ik heb vanmiddag al mijn scans opengegooid. Dus ik heb mijn antivirus scan opengegooid. Ik heb een scan opengegooid waarbij ik al mijn geheugen check. Ik heb een scan opengegooid of mijn audio goed is, omdat mijn audio aan het kutten is. En wat kwam er nou uit bij mijn geheugenscan? Er stond dus... wacht, ik heb trouwens wel even zin in een vleesje. Dank je. Wat stond er nou dus bij? Dat ik 256 MB useless ja, MB had. Dus gewoon MB die ik niet meer gebruik. Dus dat stond er dus gewoon. En daardoor kreeg ik dus al die lag overal. En dat is dus waarom ik niet kon opnemen in de nether. Heel kloten. Maar daar zijn we dus ook waarschijnlijk vanaf. Wat we nu dus even zoeken is soul sand. En dat is hier ergens, hoop ik. Dat gaan we even kijken. Ik weet niet... Ja, het is hier al een beetje leger over zo te zien. Overal bruggetjes en zo naar andere soort eilandjes. Maar hier is ook al een nether quartz door mij al weggehaald. Het meeste dan hier. In het dak vooral overal is het weggehaald.
Maar ja, hebben wij hier nog ergens Soul Sand? Een ding dat je toch best wel vaak ziet in de Nether. Maar als je het zoekt, dan vind je het niet. Dat is echt een bekend probleem bij mij. Ik zoek iets en dan vind ik het niet. En dan heb ik het niet nodig. En dan zie ik het overal. Letterlijk overal. In chesten, in andere dingen. Ik zie het echt overal. Het is heel kloten. Vooral in opnames, want dan heb je het nodig. Oh, even iets eten. En dan is het er niet. En dan moet je weer zoeken en zoeken. En dan moet je gaan knippen. En dat is ook gewoon voor mij heel kloten. Maar in ieder geval is er hier dus nergens source te vinden. Misschien dat het hier nog ergens zit. Dat we hier naar onder... Ja, hier kunnen we nog naar onder. Waarschijnlijk zit het hier al ergens. Laten we deze kant op gaan. Hier ben ik zelf trouwens ook nog nooit geweest. Ook voor mij is dit nieuw nou. Even kijken, hebben we hier ergens Soul Sand? Was dit? Oh, dat was lichtval, helaas. Oh, hier ben ik wel een keertje geweest. Kom op zeg, we hebben hier toch wel Soul Sand, neem ik aan. Zul je zien, dan heb ik Soul Sand en dan ben ik de weg kwijt. Dat is echt typisch iets voor mij. Nee, hier vinden we geen Soul Sand meer. Gaan we even die kant op. Laten we hopen dat we het daar wel vinden. Zoals je ziet ben ik ook weer bijna level 30. Maar ik zoek het niet om deze aflevering weer level 30 te worden. Nou ja, op zich. We kunnen het wel even proberen door deze quartz allemaal weg te halen. Dan kunnen we in ieder geval daar nog de boog enchanten. En dan is het eigenlijk een soort van traditie om elke twee afleveringen of zo iets te enchanten. Ook ga ik dat nooit volhouden. Maar kijk eens even naar die, XP van mij. Hè? Als ik nou ga minen, kijk hoe snel het erbij komt. Kijk dan jongens, hier kun je iets mee. Dit is echt goud waard jongen, tering, dit gaat gewoon veel te snel. Boom, en ik ben alweer level 25. Ik weet niet waarmee ik begon net, maar volgens mij was het 22. Dus ja, fuck, ik dacht even dat dit Soul Sand was. Oh my god, Soul Sand, je nakt me echt als de tering. Gelukkig hebben we wel cobblestone om onze omhoog te bouwen. Maar de vraag is, waar is onze Soul Sand? Oh, ho, ho, ho. Merry Christmas. Het is vandaag trouwens ook kerstmis. Kerst. Dus ik wil van iedereen vandaag nogmaals een vrolijk kerstfeest wensen. Ook al is het geen kerst meer als je dit kijkt. Het is nu wel kerst. Dus ik wens jullie nu ook een vrolijk kerstfeest. Hopelijk hebben jullie er iets aan. Waarschijnlijk helemaal niks, want het is geen kerst meer als jullie dit kijken. En dat is jammer, want het is altijd gezellig tussen kerst. Ik heb trouwens ook een paar kerstspecials opgenomen. Die staat er vast al eentje online. Maar die ga ik dadelijk dus ook nog eentje opnemen na deze. En ja, dat wordt gewoon fucking gezellig allemaal. Dat doe ik helaas met niemand, want het is 2:30 s'nachts. Helaas. Niemand meer online. Alleen ik die weer zo no-life is die om hier te gamen. En ja, dat is gewoon kut dat er niemand meer online is. Maar in ieder geval, we hebben dus nog geen Soul Sand. Dus ik ga dus weer knippen, omdat anders de aflevering 30 minuten gaat duren. En dan heb ik gewoon een hele dag verneukt aan renderen. Dus ik zie jullie zo weer terug. En ja, tot zo. Holy fuck! welkom terug jongens. Ik ben hier even rustig Nether Quartz aan het minen. En opeens word ik uit het niets beschoten door een fucking fireball. Ik schrok me echt te pleuris jongens. Ik heb echt een hartverzakking of zo. Tering jongen, dat ding kwam uit het niets. Oh my god, daar heb je hem. Come at me bitch. Come at me. Pingpong dan. That's pingpong. Raken. Kom dan, watje, waar is mijn boog als je hem nodig hebt? We gaan het even iets hoger opzoeken. Peter, kunnen we hem nou daar slaan? Ja, ja, die! Nee, nee, ik heb mijn boog wel bij! Ik heb geen arrows. Fuck, come at me, bitch. Oh my god, ja, ja, ja. Is hier beneden niks? Kom op, nee. Kom dan, oh my god, mijn Minecraft crasht bijna. Ja, ja, nee. Kom dan, watje. Pussy dat je bent. Come at me. Ik ben hier, pussy. Oh my god, ik kan niet meer rennen. Kom dan. Oh, au. Kom dan. Eigenlijk moet ik hem pingpongend doden. Dat is echt de beste manier om een guest te killen. Door hem te pingpongen. Shit, hey, dat is moeilijk ook. Oh my god, ik ga ook dood aan dat ding. Tering, ik peer hem eruit. Ja, niet eruit peer, maar even dat ik die bommen niet meer aan... Ja, 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 nee, ja! Nee! Nee! Waar is... Dit meen je toch niet? Waar is mijn...
Even serieus, waar is mijn guest hier? Je gaat toch niet meenemen dat hij in die fucking lava is gevallen? Oh my god, zelfmoordmissie voor helemaal niks. Oh my god. Oké, we zijn in ieder geval level 30, dat is een goed teken. Dan komen we bij het volgende probleem. No soul sand, niks te vinden. Plus ik raak een beetje de weg kwijt. Hier is in ieder geval wel veel nether quartz. Maar ik heb dus geen flauw idee waar we zijn. Ik zie wel dat hier iemand anders is geweest. Maar ja, ik keer dus terug naar mijn huis. Ik pak wel wat soul sand bij mijn buurman Mike. Sorry Mike, ik ga weer bij je jatten. Ik ga kijken of ik nu in één keer de weg terug kan vinden. Met jullie gewoon erbij. Ik hoop het. Ik vind het echt heel jammer van die guest hier. Even serieus, die dingen zijn al zo moeilijk aan te komen. En dan heb je er eindelijk bijna één. En dan dondert hij de lava in. Ik heb er zelf twee. Dus dat is 6 heal potions die ik best wel kan gebruiken. Oh my god, ik ben de weg kwijt. Oh nee, wacht, hier begon ik net met opnemen. Het is ook echt een slagveld geworden hier. Nou ja, ik weet in ieder geval wel hoe deze aflevering gaat heten nou. Wat we ook wel hebben is lekker veel quartz blocks nou. En die quartz blocks ga ik ook nog voor iets gebruiken. Waarschijnlijk ga ik ze aan Kai geven. Kai gaat namelijk iets heel goddelijks maken, zei hij. En wat is er nou goddelijker dan quartz? Dat is nou, hier is in ieder geval trouwens gebouwd, dus we zijn in de buurt. Waarschijnlijk is daar aan de overkant het gebouwtje alweer. LOL, soul sand. Oh my god, soul sand. My best friend forever. En nou weet ik niet of ik hier wel overheen wil met die blazers daar. Maar we gaan het YOLO weer toch doen. Go, 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 go. Kijk, bereikbaarheid jongens. Dan kunnen we in ieder geval snel vanaf deze kant naar die kant. Gewoon geweldig. Nou gaan we kijken of we daar... Juist, juist. Kijk eens wat we hier hebben. Fucking soul sand. We hebben er niet zoveel nodig. Gewoon blazers en die dingen wil ik liever vermijden. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, weg hier. We gaan gewoon langzaam terug naar de trap en als we er zijn... Fuck! Fuck! Nee! 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 Nee, ik ben al weg! Ik ben al weg, meneer de Blaze. Ik ben al weg. Rot maar op. Oh, oh, fuck it, fuck it. Oh my god, waar ben ik? Waar ben ik? Hierboven zou het huisje moeten zijn. Rennen, 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 rennen. Oh my god, deze video heeft zoveel mogelijkheden met titels. Even serieus. What the fuck? What the fuck? Hier zijn we bij het huisje. We gaan zo snel mogelijk terug naar de bewoonde, begaafde, nette, lieve, zachtaardige wereld. En dan in ieder geval kunnen we nou gewoon rustig die Nether White Farm afmaken. En dan kan ik ook gewoon de video afsluiten. Want ik ben helemaal klaar met Community Craft op het moment. Echt, fuck it. Ik heb vaak genoeg geschrokken vandaag. Of in ieder geval in deze aflevering. Ik schrok ook vandaag toen mijn audio zo kut ging doen. Want als ik geen audio heb, kan ik geen video's maken. En dan gaat het kanaal zwaar achteruit. En dat is niet iets waar we zin in hebben. En ja, dat is gewoon kut. En wat raakt mijn eten snel op, jongens? Even serieus. Oh, wacht. Ik vergeet natuurlijk dat we dadelijk ook nog deze poog moeten enchanten. En dat kunnen we trouwens nou ook voor het bij mij doen. Dus dan doen we dat als allerlaatste. Als klap op de vuurpijl of zo. Ik weet niet hoe je die uitdrukking noemt. Maar ik weet ook niet hoe lang we al bezig zijn. Ik denk zo rond de 20 minuten. Want we hebben een hele obsidian generator gemaakt. We zijn naar de Nether geweest, bijna 10 minuten. We hebben hier wat soul sand gehaald. Weet je wat ik doe? Ik gooi meteen even zijn soul sand terug, die ik net heb gepakt hier. Alsjeblieft, mijn heer of zo. Weet ik veel hoe ik hem ga noemen. Maar in ieder geval hebben we dus de Nether White Farm zo wat af nou. Die quartz gaan straks naar Kai. Dus Kai, als je dit ziet, er komen wat Nether quartz jouw kant op. Zo, we hebben dit ook gefixt. Dan, als allerlaatste, gaan we de boog enchanten. En dan hopen we natuurlijk op power, want flame kan me op het moment geen flikker schelen. Het is natuurlijk fijn voor de PvP tegen mensen. Maar voor de Ender Dragon is... nee, ik hoop eigenlijk op Infinity. Natuurlijk, Infinity. Daar gaat het om. En dan, ja, power en Infinity. 3, 4, 5, 6. En toen had je opeens je boog gekopieerd. What the fuck? Wat? Heb ik nou serieus mijn boog gekopieerd? LOL! Nee, jammer. Dit zag er heel mooi uit. Maar in ieder geval, wat hebben we? Wat hebben we? Fuck! 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 De twee enchants die ik niet wil. De twee enchants waar ik net juist niet om vraagde.
Ja, in ieder geval mensen van Classic Games, bedankt voor het kijken naar deze lange Community Craft video. Vond je dit nou een leuke, epische video? Geef de video dan even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op Classic Games en wil je nog veel meer van mij zien? Abonneer dan even. En ja, dan zie ik jullie graag terug in de volgende Community Craft. En ja, later.